en dan hoeft je verwarming niet meer aan. Ben je er klaar voor? Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een Primark paswakker shoplog. Ik moet er nog heen. Ik heb er heel veel zin in. Lekker een zondagmiddag is het nu. En ik dacht, ik ga gewoon winkelen. En ik ga jullie meenemen. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb dit sweater dress nu bijna elke dag aan. Ik leef erin en ik kwam achter dat ik niet veel meer van dit soort cozy dingen heb. Dus ik heb zin om wat meer coziness te kopen. En ik ga binnenkort ook op vakantie. Dus misschien zie ik ook nog iets anders. Ik weet het allemaal niet. Ik weet wel dat ik heel veel zin heb in winkelen. Maar heel weinig zin heb om de paswoekjes echt in te gaan. Maar ik ga het wel doen. En de reden waarom ik nooit echt de paswoekje in wil gaan. Is het is daar zo warm. Ik zweet. Ik heb geen energie en geen puff. De lichten zijn lelijk. Ja, maar goed. Volgens mij heeft elke vrouw op aarde dit probleem. Dus we gaan er gewoon heen. Ik heb de winkel 3 keer rondgelopen, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Alle nieuwe items zijn blauw of in gekke kleuren of het is sale. Maar ik heb heel veel hier, echt heel veel. Dit wordt allemaal echt zo random, want ik heb zowel zomerdingen als winterdingen, als dingen uit sale, nieuwe collecties. Ik heb hier een badpak. Het wordt echt genieten. Oh mijn god, asfalt. Maar ik moet gewoon, ik ben helemaal bezweet en ik moet gewoon echt even bijkomen. Ik heb Wifood meegenomen in mijn tas, jongens. En voor degenen die Wifood niet kennen, ik moet even wat zachter praten, zodat mensen mij niet overal kunnen horen. Maar voor degenen die Wifood niet kennen, malt is vervangend. Het is geen dieetdrankje, geen proteïnedrankje of zo, geen eiwitshake. Echt malt is vervangend. En ik vind het dus ook heel erg chill om het in de ochtend te drinken. Of om de tijd tussen de lunch en avondeten te overbruggen. Op momenten zoals dit. Of in de trein. Of dit. Dus ik ga even een paar slokjes nemen. Want ik moet echt even van dit bijkomen. Ik zie mezelf van elke kant mogelijk. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Oké, ik heb wel een paar leuke truien gevonden. Maar ook een paar dingen voor de zomer dus alvast. Want ik ga misschien op vakantie binnenkort naar de zon. Oké, jongens. Cheers. Ik heb trouwens salted caramel. Caramel, wow, dat kwam er echt heel international uit. Ik heb ook een kortingscode. Zet ik hier in beeld en in de beschrijving. Ik ga nog 2 minuten zitten en dan ga ik beginnen aan deze reis. Dit echt elke dag van mijn leven. Ik ga echt stuk. Ik dacht dat ik hem in 38-40 had. Heb ik dit ding dus, dit sorokje, in 2XS. Ben je er klaar voor? En dit is hoe het aanstaat. De truitje is trouwens wel heel leuk. En ik zag dus deze broek. Heel leuk, deze broek. Maar is echt net wat te klein. Dit is maat 36. Echt. Ik hoopte op 38. Maar ik zag volgens mij wel een maat 40. Dat zou wel heel leuk zijn voor mijn vakantie. Maat S, 16 euro voor deze trui. Heel leuk dit rokje. Maar je ziet zeg maar met een hele string er doorheen zitten. Primark is such a humbling experience. Ik dacht trouwens leuk. Een soort van groen met groen-geel truitje. Dit zou ik absoluut in een maat groter doen, dat rokje. Want ja, het is wel aanwezig, maar het wordt wel heel erg benadrukt op deze manier. Maar ik vind het eigenlijk wel schattig ergens. Die trui vind ik heel leuk. Kijk, zo zie je misschien wat meer hoe die kleur is. Het is zeg maar niet helemaal geel, niet helemaal groen. Vrij subtiel. Vind het wel leuk. Oké, 38, 12 euro. Een S, 14 euro. Ik weet niet zo goed waarom ik met mijn hoofd zo bij de zomer zit. Maar ik zag dit vestje dus. Oké, dit is wel heel erg revealing. Maar ik dacht, heel leuk. Met een soort klein, een soort topje hieronder. Kijk, ik heb nu een witte BH aan. Dus het is heel erg zichtbaar. Maar het leek me dus heel schattig zo. Of zo, voor de zomer. Met een klein topje en dan dit. Het is helemaal doorzichtig. En het kost echt maar 3 euro nu. Dus het is meer van, oh mijn god, deze is echt perfect. Ik zag hem ook in andere kleuren. Maar je trekt het aan thuis. Zou ik het aantrekken? Kijk, in de zomer, lente, kan je dit als een jasje dragen. Maar ik zou dit thuis gaan aantrekken. En dan hoeft je verwarming niet meer aan. Volg me voor meer lifehacks.
Maar hij is lekker lang. Ik heb nu even geen broek onderaan en niet echt een goede outfit. Maar I love it. Ik vind deze echt fantastisch. Ik vind de kleur leuk, vind alles leuk. En deze is natuurlijk mega oversized. Dus ik heb hem in 2XS en het kost 25 euro. Wat heel erg meevalt voor hoe het eruit ziet. Ik vind hem echt heel erg mooi. En ik heb nooit de Lion King gezien, hè. En ik vind dit fantastisch. Dit zit zo lekker. En kijk, het is een heel pakje. Ik kijk even hoe je hem het beste kan zien. This is it. Ik heb ook nog een sportpakje gevonden. En dit is de BH. De BH is trouwens heel chill. Maar dat broekje. Ik probeer hem zo'n soort van aanstrekken. Maar je ziet er echt alles doorheen. Mijn onderbroek, mijn alles. En ik ging hem zo even aantrekken. En ik maakte er een gat in. Met mijn nagel. Alsof het een panty was. De achterkant is trouwens wel heel erg leuk. Even kijken, dat broekje was S, 16 euro, echt niet waard. En dat topje is 10 euro, ook S. En deze is het wel waard. En dit had ik ook nog niet verteld. De topje was 11 euro, maat S. En het broekje was S, 15 euro. En dan heb ik hier nog mijn beachy beachy outfit. Mijn boobs lijken heel groot. Zie je dat? Het is een badpak. En deze had je ook echt in alle kleuren van de wereld. En ik zag dit schattig dingetje. Die je zo kan knopen. Om je badpak of je bikinietje heen. Alleen deze is 5 euro. En dit is alles wat je krijgt. Zeg maar net niks. En de badpak is prima. Alleen ik krijg een beetje. Primark is voor de rest best wel een rommeltje. Er is best wel veel sale, dus dat is misschien wel chill. Alleen, ik zag ook trouwens heel veel jassen afgeprijsd. Alles was wel heel kort. Überhaupt heel veel korte kleding. Dit is wat van de nieuwe collectie, denk ik. Heel veel kleur. Ik zag ook heel veel blauw. Alles was blauw. Maar dat was meer in het begin van de winkel. Ik zag wel heel veel leuke beauty limited editions. Deze Barbies. En daar hadden ze echt mega, mega, mega veel van. En deze Mickey Mouse ook. Dus dat is wel heel erg leuk. Mocht je iets nodig hebben. Maar mijn kast zit er echt vol. Dus daar heb ik niet echt wat tussen geshopt. Maar ik vond het wel leuk om even tussen te kijken. Er was ook een hele bruiloft limited edition. Dus dat was leuk. Oeh, deze slippers heb ik meegenomen. I loved it. En deze sushi ding heb ik ook meegenomen. Ik was toch verliefd. Ook leuk. Ik moest nu deze tas kopen. Omdat ze geen papieren tassen bij ze hadden. Of überhaupt niet meer gaan maken. Ik weet niet wat nou precies het verhaal was. Maar ik moest deze kopen. Ik kwam thuis met deze enorme Primark tas. En een deuk in mijn ego van die pashoekjes. Heel dramatisch, heel dramatisch. Ik vond het wel even leuk bij Primark. Alleen, er was iets te veel sale. Ik wilde iets nieuws. Ik had zin in iets nieuws. Er was heel veel sale. Wat wel chill is voor mensen die bijvoorbeeld nog een winterjas zoeken. Want ze waren ook allemaal afgeprijsd. Ik hoop dat jullie het in ieder geval heel erg leuk vonden. Super bedankt voor het kijken. Wijfeld bedankt voor het sponsoren van de video. Vandaag kwam het mega goed uit om het zo even lekker mee te nemen in mijn tas. De korting geldt op de hele website op elk product. Ze hebben ook bars en natuurlijk die flesjes. Maar ook poeders die je zelf kan mengen met water. Voor ieder wat wils. In ieder geval bedankt voor het kijken jongens. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!